Welkom bij de stream. Gezellige vrijdagmiddag stream. En ik kan je vertellen, het wordt vandaag een hele leuke stream. Dus top dat jullie er zijn. Ja, mijn microfoon doet het. Ja, ik heb dus, dat is een ding met mij. Ik heb niet één streamprofiel, maar ik heb verschillende streamprofiels. Dus als ik bijvoorbeeld It Takes Two ga doen, heb ik een apart streamprofiel waar alles helemaal goed ingesteld staat voor It Takes Two. Ik heb er eentje speciaal voor Early Access streams. Ik heb er eentje speciaal gewoon alleen de basis. Of vandaag gaan we aan... Rosie! Een hartpimpel groet. Wordt het deze? Ja, Miss Divi doet al uitroepteken vlag, maar ik heb een vermoeden dat dit hem wordt. Ja, Rosie wil een blauwe. Thanks voor jouw subje. 15 maanden, bijna anderhalf jaar. Hoppatee, Rosie Rosie met een 15. Ik ga hem erbij steken. Kijk, hoppatee. Als ik dus ga streamen, dan kijk ik al een keer, nou, wat wil ik gaan streamen? En dan kies ik het juiste profiel, maar daardoor vergeet hij soms settings. Dus nu was opeens mijn microfoon weer losgekoppeld. Ik heb soms ook dat mijn streamdeck in de rawar raakt, dan zit ik in een ander profiel. Dat had ik met mijn early access stream. Toen wilde ik nu naar de cam rechts scène gaan. Dat mijn cam zeg maar in dit gedeelte zit. En toen had hij hem gekoppeld aan mijn startscherm. In plaats van de cam rechts scène. Maar oké, we zijn er. Welkom. Ik was trouwens net aan het kijken wie er allemaal is. Ik zie dat Kanan is er. En Miss Divi is er. Miepukkie is er. Annette is er. Ik zie Meerte. Rosie. Gezellig, gezellig. Nou, we gaan eerst even lekker rustig beginnen. Met een potje drawy. Vind ik wel leuk om weer eventjes te doen. Even er lekker rustig in komen. Dus dan gaan we naar... deze. Ja, ik dacht al, ik zie opeens mijn switch. Dat is niet de bedoeling. Nee, we gaan even lekker rustig drawy doen. Dus hoppatee. Zo. En ik heb normaal altijd 10 woorden gedaan. Maar ik wil nu een verkeertje lekker 20 woorden doen. Ik geef jullie wel even goed de tijd. 90 seconden, want het is natuurlijk wel streamvertraging. Roosje zegt, ik kijk lekker mee, want ik ben mobiel. Helemaal prima, toch? Helemaal prima. Oké, nou, daar gaan we. Camera hier klaar. Ja. Oh, we beginnen makkelijk. Jongens, dit weten jullie. Hoe kan je meedoen? Gewoon in de chat. Als je denkt te weten wat het woord is dat ik nu aan het tekenen ben, moet je het gewoon typen in de chat. Je ziet ook dat hier zeg maar de chat te zien is. Pan. Nee, het is geen pan. Zo. Oh. Ja, Meerte had hem goed. Het is een emmer. Ja, jullie kunnen nog cijfers geven van 1 tot 10. Ik weet niet of streamers daar eigenlijk überhaupt aan doen. Ik ben tot nu toe altijd gewoon meteen doorgegaan naar de volgende tekening. Maar ik ging een emmer tekenen. Ik denk, als ik een pan had getekend, dan had ik hem wel mijn pan-emote geprobeerd na te tekenen. En welkom Sven. Leuk dat je er ook bent. Het wordt gezellig vandaag. Dus welkom, welkom. Gewoon alleen het cijfer, TB'tje. Kijk, ik krijg van Annette een 10. Hoppa. In de pocket. Oké. Maar ik zie wel mijn gemiddelde zakken. Volgende. Oh. Oké, deze vind ik lastig. Ja. Deze is lastig hoor, jongens. Is ook een beetje een lelijk poppetje zo vanaf de zijkant. Meerte zit er heel dichtbij. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet tekenen dan dit. Zo. Meerte, ja, ik zie Annette zit er ook weer heel dichtbij. Het is ook een lastig woord hoor. Oké, dit is dan... Ja, tijd is bijna voorbij. Ik denk ik kan nog een tweede optie doen. Maar nee, daar heb ik geen tijd voor. Het is niet zo smerig als wat ik nu in de chat zie. Ik zie kotsen en overgeven en zo. Nee, dat is het dan niet. Kijk, ik hoor het deuntje al. Het is spuwen. Ik denk, ja, hoe doe je dat? Spuwen. Ik zat te denken, ja, een fontein of zo. Of ik denk, nou, ik maak maar een mens. Maar ik vond het een lastige. Ik snap wel dat dit lastig is om te raden. Ja, ik kom maar wat proberen. En Miepukje heeft zin in een verkleedpartijtje. Gaan we zo doen. Oké, dit is denk ik meer iets voor de Nederlanders onder ons. En een nieuwe volger. Dankjewel voor het volgen. Welkom.
gaan we zo doen. Ja, verkleedpartijtje. Ik heb nu timer. Ik ga nu niet aan draaien aan dat de timer loopt. Oké. Okay. Oh, ja, Sven had het goed. Het is de belasting. Het is een blauwe envelop, dus de belasting. En ik kreeg hem toevallig vandaag binnen over mijn auto. Ik heb natuurlijk wegenbelasting omdat ik de auto heb. Maar ik had hem elke keer handmatig betaald. En het is nu aangepast nadat het automatisch was. En daar hebben ze me helemaal speciaal nog een brief voor verstuurd. Niet dat ik al wist dat ik hem automatisch had ingesteld. Maar oké, jullie mogen even cijfertjes gaan geven. Dan gaan we ondertussen draaien. Want Mipuki heeft dus verkleedpartijtje gekocht. Even kijken wat ik op moet zetten. Pakken we de mand er weer bij. En het is spookjesbril. Oké. Okay. Nee. ik kan mijn best doen, een beetje. Of Thijs. Ik weet alleen niet of ik het kan onthouden. Want ik werk op mijn werk met ook heel veel kinderen. En ik heb mijn talent om namen te onthouden is echt maar achteruit gegaan. Sinds ik in de kinderopvang werk. Maar oké, okay, deze is dus voor Mipuki. En dan ga ik dus nog een keer draaien. Oh, dan moet ik hem wel draaien. Voor Miss Divi. En ondertussen moet ik ook eventjes de tickets accepteren natuurlijk. Zo, hoppatee. En wat heeft Miss Divi gedraaid? De bloemenkrans. Nou, het is wel een... Nee, jongens. Net. Moet ik gewoon die mand op schoot houden? Gaan we het zo doen? Doe er nog maar één. Oké. Nee. De superstrik komt erbij. Oké, okay, Rosie, als jij nou eens even alles weg hebt voor mij, dan komt het helemaal weer goed. En de nerdbril. Oh jeetje. Maar die vind ik wel heel leuk. En de Catfood Squad. Welkom. Ik ben Kim. En ik heb een beloning, dat heet verkleedpartijtje. Wacht, we doen hem andersom. We doen eerst deze. Kijk dan hoe leuk. Het staat mij ook echt, vind ik zelf. En dan deze. Nee, er zit geen optie bij dat heet de hele mand in één keer. Dat zou wel heel erg heftig zijn. Dat gaat ook niet pas op mijn hoofd, denk ik. Dan ben ik halverwege en dan valt alles eraf. Maar we gaan door. Wacht, we gaan eerst even de spook redden. Ik steek hem wel zo ernaast, want hij is niet helemaal goed meer, zie je? Hij blijft niet goed meer zitten. Hij valt er nu al af. Zo, we doen het spookje zo. Spookjes gaan vliegen, ja. Oké, okay, volgende tekening. Mirt en Sven hebben al punten. En dan gaan we naar de volgende. Oh, serieus? Oké, okay, wacht. Die mag opnieuw. Die is een beetje mislukt. Nou, kom op. Oh, ja, cirkel. Sven had het goed. Cirkel. Maar dan moet ik wel een goede cirkel tekenen. Oké, okay, wat zijn jullie punten? Rosie, wauw. En zij is prachtig. Ja. Oh, ik krijg een 10. En een 6. Oh, en een 0. Oké, okay, volgende. Oh. Oké. Okay. Zo. Doe hem in die kleur. Twintig mensen typen medicijnen. Als de eerste medicijnen typen, het wordt niet goedgekeurd, dan is het dus niet medicijnen. Nu zit wel in de richting. Het zijn pillen, maar wat voor soort pillen? Ja, ik ga geen letters gebruiken, want dat vind ik vals spelen. Oh, kijk, vitamine. Miss Divi heeft hem geraden. Rosie, vitamine C erachteraan. Mirte denkt al meteen slaappillen. Nou, dan had ik er nog wel een maandje op kunnen tekenen bij slaappillen. Maar bij vitamine dacht ik, ja, wat kan ik er nou nog bij tekenen? Oh, je had eerst vitamines. Oh ja, ik had er misschien eentje moeten tekenen. Maar ja, geven we nog cijfers of gaan we gewoon door? Zullen we gewoon doorgaan? Dan gaan we gewoon door. Oké, okay, volgende woord. Dit kan ik ook. Dit weten jullie ook wel.
Zo. Zo. En een beetje rood. En uiteraard ook een beetje paars. En we doen er een beetje blauw bij. En we doen er een beetje geel bij. En dan gaat het om... Oeh! Kijk, Mirte, hoppa! Ja, ik zie ook inderdaad mensen zeggen schilderij, camera, schilderij, schildersezel, schildersezel, verven, verven. Jullie zaten al in de richting, maar het ging dus echt om de canvas. Mirte heeft het goed, serieus. Ik zie Sven, Mirte en Miss Divi zijn op dit moment de enige met punten. Ik ben benieuwd of het volgende woord door iemand anders wordt geraden. Miepukkie, waarom denk jij wasmand? Wat hieraan vind jij een wasmand? Oké, okay, nieuw woord. Jeetje, moeilijk. Oké. Okay. Dus even heel simpel getekend. En zo. En die eerst dichtmaken. Anders is dat hele vlak straks geel. Zo. Zo. En dan doen we zo. Het gaat om... Oeh, oh, kak. Eentje terug. Het gaat om wie dit moet voorstellen. Iets breder begrip, Thijs. Breder begrip. Het gaat om wie dit moet voorstellen. Niet wat dit moet voorstellen. Oh, ik hoor al de time-out. Of de time-out. Het wekkertje gaan. Het was een arbeider. En coole tante Madelon, dankjewel voor het volgen. Welkom. Ik denk echt, hoe ga ik een arbeider tekenen? Nee, Pukkie, je zit er weinig in je koelkast. En ga je nou elke stream vragen? Wat er over mij in mijn koelkast zit? Ja, dit was een pittige. We gaan meteen maar gewoon door naar de volgende. Mirte zegt, hij is wel heel mooi. Oké. Okay. Oh, dit is makkelijk. Volgens mij heb ik dit al eens een keer getekend. Oh, kijk, Rosie, je hebt punten! Het is een voet. Hoppatee. Miepukkie zegt, ja, ik ga net zo lang vragen totdat er wijn in de koelkast zit. Oh jee. Oh jee. Oh kijk, ik krijg punten binnen. Ik zie een 10 van Slinky Killer Fan. Dankjewel. We gaan door. Oh, dit is ook makkelijk, soort van. Als jullie het woord pakken. Zo. Als je trouwens geluiden achter me hoort, ik ben... Ik heb de hond van mijn moeder er weer. Oh, het gaat nou helemaal mis. Ik wilde hem met die even goed dichtmaken. Dicht. Oh, dat kan niet. Oké, nee, dan maken we dit gewoon wit. Zo. De onderste helft is blauw, jongens. Lukt het, Jura? Lukt het, Jura? Oké. Okay. Het gaat om dit en dan een algemene term. Het gaat om helemaal dit. Niet alleen dat dingetje. Een algemene term. Oh, nou zit ik met zwarte golfjes te maken. Dat is niet de bedoeling. Algemener.
Nog algemener, nog breder. Oh, Miss Divi is in de buurt. Oh, ik moet een timer zo meteen even uitzetten. De landelijk levensstream was de vorige keer. Nou, het was dus vaartuig. En Miss Divi zei op een gegeven moment watervoertuig. Je zat zo dichtbij. Zo dichtbij. Ik ga even die timer uitzetten, want het is natuurlijk geen early access stream meer. Dat was mijn vorige stream. Die heb ik meteen wel als, hoe heet het? Een hoogtepunt op mijn Twitch gezet. Dus al mijn early access streams staan altijd als hoogtepunt op Twitch. En die kan je dus altijd terugkijken. Die vallen na een tijdje niet weg of zo. Zo, timer staat uit. Oké. Nou, volgende woord. Oh, Rosie zei hem wel, maar streamvertraging. Nee! Oh, balen. Oké, volgende. Ja. Hoe ga ik dit doen? En dan zeggen we hier. Annette, heb Streamlabs stuk gemaakt? Dat heb je gedaan. Het gaat hierom. Wat noem je dat, Sven? Thijs, wat noem je dat? En Slinky zit heel dichtbij. Je woord is te lang. Slinky zit heel dichtbij. Oh. Ja, plaats. Het is niet woonplaats, maar het is plaats. En ik denk echt, hoe ga ik dat tekenen? Maar gewoon, we tekenen gewoon een hele misvormde Nederland. En we zetten ergens random een kruisje neer. Maar het is dus plaats. En nou heeft Slinky Killer Fan ook puntjes. Dus die staat er ook in. We hebben op dit moment... zie ik Sven met 41, Meerte met 38, Rosie met 23. En Miss Divi en Slinky hebben allebei 15 punten. Oh, oké. Oh nee, die gaat nu al niet goed meer. Even groot. Oh, het is best pittig om met een muis te tekenen. En dan gaat het om dit stukje. Ja, Miss Divi heeft hem. Het is een uur. Hoi Lars, welkom. 1 uur. Nee, geen minuut. Want dan zou dat 5 minuten zijn. Oh. Oké. Ja. Laat een keertje oranje doen. Ik ben niet gelovig, dus ik weet nooit welke term bij welke religie hoort. Maar Caitlin heeft hem door. Priester. Ik weet nooit. Je hebt dan natuurlijk. Ik heb dus en de witte kraag gedaan. Dat je zeg maar zo'n zwarte kraag ziet met zo'n wit stukje. Maar ik heb ook dat het kruis gedaan. Want ik weet dus niet. Superman. Gaat alles lekker naar Dagmar. Ik weet nooit met priester en dominee en bij welke religie dat hoort. Dus ik denk, we maken er gewoon een leuke combinatie van. En dan is er iemand die het vast wel weet. Maar Caitlin had het woord als eerste goed. Gaan we naar de volgende. Oh. Deze is pittig. En dan doen we hem met bruin. Oeh, ik schrik me rot. Ik
Dankjewel voor het volgen, Caitlin. Oh, Sven, je zit in de buurt. Je zit in de buurt. Hypnose. Het is hypnose. Nou, ik wil hier wel even cijfers voor. Ik persoonlijk vind dit best knap van mezelf. Dat ik in zo'n korte tijd dit even bedenk. Kijk. Annette geeft me een 10. Miss Dibi geeft me een 10. Ik krijg 9's. Ik krijg nog een 10. Dank jullie wel. Oké. Volgende. Oké. Ho. Zo. Oh, dat is heel raar. Ik zie de chat gaan. Sommigen zitten er dichtbij. Oké, we tekenen deze erbij. Deze is fout. En deze is goed. Wat is het verschil tussen die twee? Het is een busje. Heel goed, Miss Divi. Een minibus. Oké, volgende. Tekening 15. Oh, dit is een interessant woord. Tekening 15 vind ik een interessant woord. Ja, maar als ik zeg en we maken hem open, dan is het woord niet open, want dan verklap ik het. Je moet creatiever denken. Het is niet letterlijk. Ik probeer het te verbeelden, zeg maar. Oh, wacht. Oh, kijk! Meerte heeft hem. Ik wilde net een vraagteken erbij tekenen. Zo van, tadaa, verrassing! Maar ja, woord 15, verrassing. Leuk. Oké. Oh. Jeetje, Mina. Dit is een... Hoe ga ik dit doen? Gewoon beginnen, want we hebben geen tijd om na te denken. Dit is geen religieus woord, voordat mensen dat denken. Hoi Evie, welkom. Nou, dan doen we er hier één. En hier... En wat doen we dan hier? Leuke schoentjes. En gimpjes. Het is heel lastig om een klein te tekenen. Ziekenhuis. Zo. Hoppatee. Oh, dat is vaak met rood, hè? Oh! Caitlin! Wat goed! Ik dacht echt, winkelcentrum. Hoe dan? Hoe ga ik een winkelcentrum tekenen? Ik denk, nou, ik maak wel... Ja, ik vond het echt een lastig woord. Ik denk, nou, we maken wel gewoon een algemene ingang met een winkel links en een winkel rechts. En dan is de ene doen we met kleding, de andere met schoenen. En ik wilde net een bordje met een euroteken erop doen. Maar je hebt hem! Wat goed! Oké, woord... Oké. Wat een gezellig woord. Nou. Tadaa. Het is dood. Naomi heeft ook punten verdiend. Ik wilde eerst RIP erop doen van Rest in Peace. Maar ik vind met tekenspelletjes moet je tekenen. Dan moet je niet met letters gaan werken. Dus oké. Rest in Peace. Dood. Volgende, woord 18. Dit is gelukkig ook niet een al te moeilijke. Ho. Ik stak een beetje uit.
Oeh, Myrthe! Mipuki, ik vind dit spel niet meer leuk. We gaan zo wat anders doen. Komt goed, Mipuki. Maar Raket, ik heb niet eens mijn vlammetjes eronder kunnen maken. Myrthe had hem heel snel door. Puntjes voor Myrthe. Oké. Okay. Woord 19. Oh, ik heb trek. Ik denk dat ik zo eventjes een korte pauze doe. Even wat pak. Ik heb wel een broodje op, maar dat is ook alweer 3 uur geleden. Zo. Zo, en dan is het een... Dat is een hint, of... Dit is een hint. Ja, Lars heeft hem. Notitieboekje. Oh, ik zie ook al memoboekjes staan en notitieblok. Jullie zaten allemaal erg in de buurt. En gewoon echt heel veel mensen die gewoon hebben notitie hebben gezegd. Oké, jongens. Laatste woord. Oké. Dit is even voor de bij. En dan doen we allemaal. Dit is een lastig woord hoor. Het gaat om zo'n balk. Let niet op het woord balk, maar ik wil niks verklappen namelijk. Nou, ik, ja, dit. Ja, anders. Denk door. Denk aan Ziggo Dome. Denk aan, hoe heet dat? Een rang. Het is een rang. Ik denk, hoe ga ik dit duidelijk maken? Oh, je krijgt... Oh. Ik denk, hoe ga ik een... Ik wil de hele tijd mijn oortje goed doen, maar die oorbel, die spook zit ervoor. Ah, een rang. Ja, ik kwam er niet op. Ik denk, ik weet ook geen andere manier om het woord rang te tekenen. Ik moest meteen denken aan de Ziggo Dome. Dan heb je zeg maar de eerste rang, en tweede rang en derde rang. En Katie zegt, ah, wel goed getekend. Nou, dankjewel. En Roosje zegt, nu snap ik hem. En Myrthe zegt, het is niet moeilijk, maar ook weer wel. Ja, het is zo'n woord waar je niet op komt. Ik zou ook zeggen, nou, publiek. Ja, zaal, tribune. Daar zou ik dus ook voor gaan. Maar wel, dank jullie wel voor de hoge cijfers. Oké, okay. Oh wacht. Ik denk ik wil wel naar de camscène gaan. Maar we krijgen natuurlijk een puntenstand. We hebben vandaag dit keer voor het eerst 20 woorden gedaan. Want ik heb vorige keer ook keer 10 woorden gedaan. En we hebben Myrthe met 76 punten. Miss Divi 69 punten. Sven heeft 41 punten. Caitlin 32. Rosie Wozi 23. Naomi 22. Lars 16. En Slinky Killervin 15. En als we dan nu een beetje kijken naar het totale klassement. Nou, dan staat Sven dik bovenaan. 125 punten. Myrthe tweede, Miss Divi derde, Sharon vierde, Rosie vijfde, Iris zesde, Lianne zevende, Caitlin achtste, Rose negende, Naomi tiende en zo gaat het nog eventjes een beetje door. Ah, Mipuki staat er wel in, maar je hebt geen punten verdiend vandaag. Nou, ik ga even korte pauze doen, ik heb trek. Pak ik even wat te eten. Maar blijf zeker zitten. Blijf zeker zitten. Zorg dat je het niet mist als we terugkomen. Tot zo! Dag, waar heeft ik? Gaan we dat laten schrikken? Hallo, hallo! Welkom bij mijn nieuwe stream! Nee, grapje hoor. Hey,
Hallo, hoe is het? Ze zeggen allemaal hallo. Rosie, ik wist het! Hey Rosie, hoe is het? En maar ontkennen. Ja, ja, dat moet ook soms gebeuren, hè. Met mij gaat ook alles goed, Miss Dewey. Hallo, hallo. Ze verstaan het er sommigen niet aan. Ja, ik hoorde dat er hier wijn was. Dus... Staat in de koelkast. Staat in de koelkast, dus ja. Ik ben maar rap gekomen. Ja, er ligt wijn hoor, Sven, dus... Ik ben er klaar voor. Ik wist van niks. Ah, niks! Nee, je wist van niks. Nee. Voor jou was het ook een verrassing. Rosie. Ja, da! Ja. Ja, Rosie. Soms zijn de verrassingen toch groter, hè. Ja, zeg maar. Die hele leuke foto die ik gisteren op Instagram heb gezet, er komt vandaag nog in. Ja, er komt vandaag een nieuwe foto op Instagram met mij erbij dan. We konden het nog niet verklappen, dus... Bianca, wow, dit is echt even een mindfuck. Bianca heeft net het moment gemist. Ja, Bianca heeft heel het moment gemist. Hey Bianca, hoe is het? Ik moest door die versiering even heel goed kijken, ook al wist ik het. Hey, valt mee, hè? Verschil? Deze zag ik niet volledig aankomen. Ja, ik ben dus 2 uur met vliegtuig naar hier gekomen. Sorry voor de mensen die in mijn Discord zitten, maar... Kiwi. Dank u. Er komt zelfs kiwi aan. Ja. Kom erbij. Ik heb echt trek, jongens. Dat was geen leuke. Ik ook. Ik begon ook trek te krijgen. Dat we extra oortjes erbij nemen. Ik kom er gezellig bij. Kijk. Deze stoel staat al 2 weken in de keuken. Ja. Die stond natuurlijk eerst waar de hangstoel staat. Maar de stoel staat al 2 weken in de keuken. Omdat ik wist, ja, Dagmar komt. Ik dacht vanwege de foto dat Annette er was. Oh, ja. Kijk. Oh, Miss Dewey. Ja, nu mag je kiezen. Voor wie is die? Ja, ik ben weer weg. Oh nee, deze is voor mij, zegt ze. Dank u. Ja. Dank u. Dan druk je het rat in en dan druk je daarna die in. Ja. Dag maar, ziet er al mooi uit. Ik dacht het ook. Nee, Miss Dewey mag kiezen. Miss Dewey. Miss Dewey mag kiezen. Oh, tuurlijk. En Sven, voor wie is die? Oh, Dagmar mag van Miss Dewey kiezen. Ik krijg de spookjesbril. Alsjeblieft. Ja, ik weet het. Je mag nog een keer draaien, Sven. Dagmar, natuurlijk. Sterretjesbril zilver. Alsjeblieft. Hey. Kijk jou even de blitz zijn. Het is plots donker. Nog eentje voor jou. Ja, ik kan nu niet bij de stream, denk. Jij moet nu draaien. Goed het. Oh, Rosie, voor wie is die? 1 accessoire weg. Oh, de nerdbril gaat af. We gaan door tot de molenbril. Oh. Rustig, okay. Rustig. Oké, wacht. Even kijken, we hebben Sven nu gehad. Ja, Rosie zegt ook voor mij. Oké, draai maar. En Annette zegt voor mij. Geen enkel probleem, Bianca. Veel plezier nog met werken. Werk ze! Wacht, zo zie ik jullie beter. Hij zit vast een halve bril. Oké, je mag nog een keer draaien voor mij. Dat is super strik. Ja, leef maar in. Nee! Oh nee! Korte kilt. Live ophangen op stream. Ja, nee, dat trekt toch niks in. Zo kom. Dat kan niet. Oh, thanks Bianca. Oh god. Ja, Sven, zeg maar. Dat voor mij is dus geen probleem meer. Ja, Sven zegt, we gaan net zo lang door totdat we de molenbril hebben. Ja, voor jou. Alles weg. Die had je net nog in je handen. Ster van de dag. Hey. Oké, okay, wacht even kijken. Die was... Oh, nog een keer van Sven. Als we het niet bijhouden. Voor mij? Ik wil gewoon mee de molenbril aan doen. Maar ik heb hem al aangehad hoor. Sven, voor wie is die? Ja, voor mij. Standaard. 1 accessoire weg. En doei! Ik zie alweer iets meer. Ja, jij wel, ja. Nee, nee. Oh. Mag nog een keer draaien.
Oeh. De lovebril. Echt? Hoeveel punten kan je hebben? Nee, heeft die zondag niks meer, dat is niet erg. Ja, doe maar verder. Oh, ja, die mag je weer inleveren. Oh, die hond ook. Oh, wacht, die blijft hangen. En Roos heeft ook alweer gekocht. Ja. Die zijn ons echt gewoon al aan het pesten. Alsjeblieft, mag je terug hebben. Spookjesbril. Maar is die voor mij? Oh ja, Rosie, voor wie was die? Rosie, voor wie is die? Zeg maar Kim. Ik ga naar huis. Maakt niet uit, doe maar Dagmar. Nou, Sven koopt volgens mij standaard voor jou nu. Ja, die moeten we niet meer vragen. Oh, nou krijg je de roze. Ik ben al roze. Ik zit even een tikkels te accepteren en er komt meteen weer een nieuwe naam op het lijstje. Aardbeienbril. Maar ik heb geen plaats meer. Weet je wat jullie mij altijd aandoen? Oh, het is bijna klaar. Kijk, het is bijna klaar. Misschien maar best. Oh, er mag iets weg. Alsjeblieft, ik doe nu weer rustig. Misschien maar goed. Je zegt ook, ik heb er nog maar 469. Oh, ik dacht even dat het hem was, maar de molenbril is die andere donkerblauwe. Maar je mag spookjesbril afdoen. Yay! Na 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 na. Extreem zo verder. Prachtig. Gewoon op rat? Ja. Nee. Geen morenbril bij mij. Ik heb die er stiekem al uitgehaald hoor. Dus Sven, dankjewel voor al je punten. Nee, dat konden ze zien. Hij stond erop. Nee, dat doen we niet. Waarom heb je zo lastige brillen? Action. Nou, ik weet niet waar die sterretjes vandaan komen. Want die heb je heel lang. Maar die lovebril komt van de Action. De molenbril heeft ze stiekem verstopt. In de post, tuurlijk. Nou, die heeft ze wel al opgehad gisteren. Want... Ja, kijk, ik haal. Speciaal voor jullie zet ik hem eenmaal op. Nee, niet klippen. Oh, die is ambetant. Ik wil die andere terug. De lovebril. Ja, die is leuk, hè? Oké, wat gaan we doen? Ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Je had iets mee. Had ik iets mee? Ja? Ja, je had iets mee. Die slechte dingen daar ook. Oh, gaan we dat eerst doen? Ja. Je hebt net kiwi op. Dat is niet erg. Wil je je smaakpapillen nu al verpesten? Ja, waarom niet? Ja, ik heb okay. Water. Ik heb water mee. Dat was mijn 700 punten waard. Oké. Ik ben dus dinsdag naar de markt geweest. Naar de snoepjeskraam. En ik heb schoolkrijtjes. Die heeft er gisteren al geproefd. Was niet heel fan van. Die smaak blijft niet lekker. Prullenbak zat in de keuken. Nee, je is echt niet lekker. Ja, precies meer. Ze zijn vet lekker. Ik moet niet oppassen dat ik die halve zak niet leeg te vreten. Eet maar op. En toen ik toch bij die kraam stond, toen dacht ik... Laat ik aan die man vragen om ook een zakje samen te stellen met drop die het minst smaakt als drop. Dus er zit van alles in. Maar deze heb je gisteren ook al geproefd. Hij zit dichter bij de camera, jij moet het laten zien. Ik weet niet wat het is. Bubs. Er staat Bubs op. Ik kende hem ook niet. Speciaal voor jou. Oh. Coole tante, je vindt uitleg in de panelen als je naar beneden scrolt. En er zit ook een uitlegkanaal in mijn Discord, dat heet Tickets. Daar vind je uitgebreidere uitleg. Oké, 3, 2, 1, dag maar niet denken. Het is
Sven zegt lekker joh, ik vind zoete drop echt lekker. Ik eet zo'n hele zak leeg. Gewoon drop. Nee. En dankjewel voor het volgen, Call Me Rose. Miss Divi houdt van alle dropjes. Oh, dat is de eerste slok water al. Oh, de tweede al. Ik vind deze een beetje spek marshmallow-achtig. Oké, dan hebben we een of andere donker, grijze, zwarte... met spikkeltjes. Wat doe ik mezelf toch aan? Ik ken deze ook niet. Wat doe ik mezelf toch aan? Je moet het even aan de cap laten zien. Net op het goede moment binnengekomen. Altijd maar mee. Oh, er zit wat in. Wat? Oh nee, deze vind ik ook niet lekker. Hier, je kan het in je kiwibakje gooien. Als je het echt niet lekker vindt. Dit is te veel salmiak voor mij. Hij komt ook nog in het bruin. Ja, ik denk salmiak of zo. Maar hij houdt niet zo van. Stuur maar hierheen. Wie eet er nu drop? Ik kreeg gewoon nog één, hè? Ja, deze is bruin. Oké, we hebben nog een bruintje. Zit hier dan ook iets in? Weet ik niet, ik heb hem nog niet gehad. Ja, maar ik word het. Het kanaal heet Tickets, coole tante Madelon. Als je in mijn Discord zit, dan heet het kanaal heet Tickets. Daar vind je de uitleg. En? Ja, ook. Ik geef er gelijk, als je deze niet lekker vindt, die vind ik ook niet lekker. Het kan slechter. Nee, het is een grapje hoor. Oké, volgens mij hebben we nog maar één soort. Die ken ik wel. Ik vind dan wel apart dat ik letterlijk naar de snoepkraam ga en ik vraag aan iemand, ja, gooi maar wat drop in de zak die het minst smaakt als drop. En dan geven ze me allemaal salmiak dingen. Ja, ik geniet zeker van de stream. Maar ik dacht, alles wat ik nu doe, niet meer doen de loop van de tijd. Dus. Pyramide. Maakt salmiak het minst naar drop? Ja, ik hou dus niet van salmiak. Zit daar iets in? Ja. Hard van buiten, zacht van binnen. Ja, hallo. Nee? Hoe kunnen jullie een hotsnap drop eten? Ik neem nog een school krijgen. Eet maar op. Die salmiak dingen geef ik al aan mijn moeder. En ik weet dat drop vindt ze niet lekker. Dus ik denk, nou, misschien is het drop wat het minst smaakt naar drop. Maar als ze dan het volproppen met salmiak, zodat het salmiak alleen maar overheersend is. Oké, de komende 18 uur moet ik niks meer hebben van drop, hè. Oh, van drop. Oh, dus over 18 uur... Gaan we nog een keer proberen, nee. Misschien dat het dan wel werkt. Ze hebben altijd gezegd dat je 3 keer moet proberen, hè, dus. Ja, maar nu moet je piramidjes nog 2 keer proberen, want die heb je nog niet geprobeerd. Nee, dank u. Nee, dat gaat niet lukken. Misschien eerst een paar wijntjes. Top. Nee, dan nog. Dropshot. Ken je dat niet? Ik wil geen drop. Ik moet helaas werken. Ik heb nooit geproefd, want het leek mij niet lekker, maar... Sven moet werken. Dat kan niet, Sven. Werk ze, Sven? Nee, Sven. Je blijft hier. Mam is die wie zegt, oeh, lekker. Ja, ik ben meer van de zoete of de frisse cocktails. En dan lijkt dropshot lijkt me niet lekker. Maar wat gaan we doen? Ja, wat gaan we doen? Ooit de boel eerst naar beneden. Die van jou. Oké, dan pak ik even. Ah ja, wissel eventjes, dat is handig. Oh ja, die Danio toetjes. Nou, die heb ik niet geprobeerd. Dat vond ik ook heel raar. Dat was yoghurt met of wat was het? Yoghurt of kwark? Met dropsmaak. Dat ik denk, zuivel en drop. Ja, doe maar. We zijn hier geheimen, hoor. Oh, wacht, ja.
Ik moet mijn Switch aan de jouwe koppelen natuurlijk, want ik heb hem niet. Of mijn controllers aan jou ook koppelen. Ik zeg, je mag mijn ding hebben, maar ik heb hem al. Dat mag naar daar. Sorry voor het geluid. De mijne is gekoppeld. Ja, klik die andere ook even, zodat dat nummer 1 is. Ja. We gaan vandaag Kim eens laten afzien. Oh. Oeh. Wauw, het is feest! Het is feest vandaag! Het is feest vandaag! Zo, hup, geen alerts. Doei doei. Was leuk je te leren kennen. Maar hey, we hebben vanavond iets te doen. Ja. Hey. En tegenwoordig kost dat echt 5 minuten. Zijn we blij. We hebben vanavond iets te doen. Ja, je kan naar cam links of cam rechts, welke je wil. Wat gaan we doen? Links, rechts? Windje erbij en muziekje erbij. Ja. De eerste in de chat. Links of rechts? Rechts. Oké. Okay. Zo. Zodat we er nu een keer uitgooien. Nee. Dat kan je niet meespelen. Dat voelt zo anders aan. Lang geleden. Nee. Ik ga Kim eens laten afzien. Ik Kim? Oh, Meerte komt er nu nog aan met rechts. Ja. Oh, hij moet er even uit en weer in, want hij kraakt. Je Switch. Ik ben niet meer gewoon van met zo in te werken. Hm? Ik ben niet meer gewoon. 1 systeem, 2 spelers. Ja. 1 met Joy. Ja. Oh. Oh, het is maar 1 per persoon, oké. Okay. Heb je die dingetjes? Ja, in mijn. In de box. Oh, wacht hoor, we zijn naar beneden. Je krijgt bij mij nog steeds. Is goed aan werken bij mij? Ja. Ik moet alleen wel de goede hebben. Zo. Nee, dus. Ik dacht dat ik de goede pakte. Heb ik nu de goede vast? Ja, want jij hebt een plusje. Ik heb het minnetje. Nee. Nee. Ja, je moet. Ik zou hem beter juist opsteken, hè? Gaat die nu werken? L en R, dat is nu. Ja, jij moet eerst, ja. En dan ik. Die van mij zit erin. Haha. Zo. En kraakt hij nu nog steeds aan het? Als je klaar bent. Ja, we zijn klaar. Oh, ik ben heel gezellig. Speler 2. Ja, maar nee, niet. Kraakt hij niet, volgens mij. Ik hoor hem heel zacht. Nee, volgens mij kraakt hij. Hier is hij gewoon. Ja. Het is nog erger zo. Ik kan nog minder zien. Hey. Gaan we die doen? Ja, I don't know. Maar ja. Moet lukken. Heb je dit wel eens gespeeld? Ja. Volgens mij niet. Kamertje verhuren. Opnieuw. Nog een keer. Ouderwets op pen en papier hebben dit wel eens gespeeld. Heb je dit wel eens gespeeld? Volgens mij niet. Voor dit spel heb je... Oh ja? Je kunt zelfs niet kiezen. Als het je beurt is... Ja. Maak jouw lijnen vier... Klinkt eenvoudig. Dankjewel voor het volgen. Ilian de Graaf. Ja. Wat doe je nou? Als je een kamertje... Dat had je wel eerder mogen... Ja, door. Meerte gaat ondertussen even Splatoon spelen. Bij mij blijft hij helaas kraken. En is het de microfoon of het... Of de Switch bij jullie? Allee, bij jou dan. Op welke knop moet ik drukken? Ja, ik heb nu geen... Oh! Chill! Kip, hoe is het?
Ja, goed, hè, zegt ze dan ook nog. Zo. Ja, niet zo goed. Ik heb haar net drop gevoerd. Niet alleen dat. Niet alleen dat. Ik hou dat dier geen maand en geen week vol met haar. Je blijft ook geen week. Ja, meer of genoeg. Oh, Jill zegt ook hoe lekker. Al die Nederlanders in de chat, die zeggen, oh, lekker drop. Ja, en ik denk dan, Hoppatee. Nee, ik had schoolkrijtjes. En ik had... schoolkrijtjes. En ze had slechte drop. Deze, die kende ik niet. Pups. En we hadden... deze twee, daar zit een salmiak in. Die vond ik ook niet lekker, maar ik hou ook niet van salmiak. En we hadden piramides. Oké, schoolkrijtjes even op het lijstje zetten. Anders moet je maar gewoon komen. Ja, je weet waar ik woon. Ja. Er staat wijn in de koelkast. De hoofdreden. Oh, wanneer? Ik werk alleen maar. Ja, je had echt vet veel uren deze week, volgens mij. Ja, ik ga straks voor jou naar normaal, huis. Maar voor mij vet veel. Ik ga straks ook al naar huis, dus... Lekker rustig streepjes zetten. Nu. Ja. Oh, nu nog aan het werk. Even mini-pauze. Stringpauze. Ja. Of een toekomstige keer kijken. Hè? Ja, die zie ik. Jammer. Och ja. Wat ben je aan het doen? Hierin. Maar wat gaan jullie allemaal nog doen? Niet veel. Slapen. Eten. Drinken. Slapen, eten, drinken. Jij vooral drinken. Ja, ze blijft het proberen, maar... Ze zat gisteren, ik ga je zat voeren. Nee, nee. Rechts. Ga je nou de hele tijd maar zitten aanstaren? Ik wil naar het tweede scherm kijken, maar dan zien we ze streamen ook. En hier ligt nog steeds jouw telefoon. Dat is voor de punten. Laat dat liggen. Ik wil oh, punten. Dit is voor de punten. Moet ik het wegklikken? Nee. Hey Jill, moet jij zeggen. Met mijn verjaardagstream had jij ook de laptop in de keuken staan. Ja. Maar ik vind het niet leuk. Dagmar probeert dan net in te halen. Nee, ik weet van niks. Nee, ik probeer jou niet in te halen. Ze toch nog allemaal doen.
Oh. Sorry. Close. Nee. Oké. Okay. Ja, fijn. Oké, okay, volgende spel. Jassé. Jaad. Dit spel lijkt op... Ja, dat weten we. Door goed. Die uitleg elke keer. Dus ik... Precies. Hop. Met de 3-1 valt me... Ja. Nou moet ik wel opletten, want de vorige keer heb ik toen degene die ik wilde bewaren, had ik per ongeluk weggegooid. En degene die ik wilde weggooien, had ik bewaard. Mooi, een 4-1. Ik heb geen zin in heel die uitleg. Hoe lang houden we het vol? Nee, it's okay. Ja. Ja, wat ga je doen? I don't know, niks. Rare keuze, ja, maar ik ben ook raar. Oh, hij blijft heel lang op de 1 hangen, maar toch op het laatst toch naar de 3. Ik wil de eentjes. Alle eentjes. Wist het? Kwaak. Even kijken. Oeh. Nope. Oh, nee, kak! Godsamme. Ja, big F. Oh. Ik vind dit leuk te vinden. Dat dacht ik wel, ja. Wacht maar, straks kom ik met een comeback. Deze fout had ik nog niet gemaakt de vorige keer. Nu heb ik die ook gemaakt, dus dan maak ik die ook niet meer. Gelukkig was het een 2 en niet een 6. Dat scheelt dan nog. Ja, wel jammer dat het geen 6 was. 3. Oh. Ja, en nu? Nou, opnieuw. Kleine straat, hey. Jammer. Nee, ik zou hem ergens anders invullen. Ja, dat zou jij doen, maar dat doe ik niet. Oh, jij zit ook al dichtbij. Nee, kom, gooi die maar. Oh! Grote straat. It's okay. It's okay. Oh, it's okay. Oh. Eén. 2, 2, 4. Nou, dus, nou, die tweetjes heb ik al. Dat is niet helemaal de bedoeling. Nee. Nou, dat gaat niet lekker daar bovenin. Nee, ik zie het ook. Maar ja, je kan niet alles goed hebben, hè. Ben terug. Nee. Weg. Ik wil die. Gewoon 4. Nou, hoe dan? Geef me gewoon 4. Oké, hier heb je nog 4. Geef me gewoon wat ik vraag. Het is toch niet moeilijk? Nou, pak nu de 3 maar. Ik ging net zeggen, ga je niet voor de eentjes? Die lachen, dag maar.
lachen, Dagmar. Kleine straat. Had ik nu net nodig. Kim, je kunt nog altijd gaan voor de eerste van onderen. Ja. Succes! Geef me een 2. 1. Ah! Je vindt mij niet meer leuk. 2. 4. Yay. Nou. Voor de rest ben ik lief hoor. Ik denk niet dat ik die bonus ga halen. Nee, maar ja. Je kan ook niet alles in je leven, hè. Ja hoor. Komt wel allemaal aanwaaien, hè? Ik zal hem hierop zetten. 4 gelijke haal ik wel nog eens. Oh ja, doe maar zo. doe maar zo. Kijk, je hebt de 5 en de 6 nog niet. 3, 4, 5, 6. Hij heeft met een 2. 1. 2. Nee! Zeg even 2. Zeg 2 voor mij. Ik kan het. Je kan het. Zeg het. Zeg 2. 2. Dankjewel. 1. Nee. 2 plus 1 is 3. Nou, dag bonus. Die had ik nooit meer, die bonus. Niet lachen, Dagmar. Of je slaapt vanavond in de schuur. Ja hoor! Nee! Oh, zo goed. Dag, maar jij hebt het spel zo ingesteld dat alleen jij goede krijgt, zegt Sabrina. Ik kan hier niks mee. Ja, 1, 2, 3, 4. En dan gaan we nu voor een 5. Ja. 5. 1. 5. 1. 4. 1. Oh, bijna! Werk ze chill. Succes. Oh. Nee. Nou, zet ik hem daar neer. Oh. Ik heb de zon zien zakken in de zee. Oh, ik dacht heel even dat je hem ging halen. Maar dit is ook niet normaal. Ja, ik ga voor de 4 gelijk, hè. Ik ga nog een keer proberen, dan moet je een 3 hebben. Nog 1 keer. 3. 3. 2. 3. 1. 3. 3. 3. Nee! 3. 3. Misty, wie is je warmte? Nee! Geen bonus voor mij. Oh, ik heb volgens mij nog nooit zo laag gescoord met Jadzee in de bovenste helft. Jij hebt al meer dan mij en jij hebt nog 2 hokjes nog te gaan.
ga voor de 5. Ik weet niet waarom, maar... Daarom dus. Ah, kijk, dat is ook 5. Ja, maar zo werkt het niet. Het was ook wel 5, hè? Ja hoor, 2, 3, 5. Ik zal voor de 5 gaan. Ga heel eigenwijs. 4. Ze blijft proberen. 4. Oh. Geef me een 4. 4. 4, kom hier. 4. Nou, die gaan we hier halen. Dus die doen we weg. Wat is dat ingewees? Ja, ik heb nou toch al verprutst, dus nou maakt het niet meer uit. Nee. Kijk, is nou onze verschil. Jij hebt dubbel aantal punten dan ik. We gaan ervoor. Ja hoor, zij krijgt wel die 4. Nee. Je hebt er 3 en ik hoefde er maar 1. Vullen we daar wel in? Wat komt hier uit? En ik wacht die helemaal weg. Doe die, die en die. Hé, hey, toch nog iets. Toch nog iets van punten. Toch nog ergens punten. Toch nog iets. Je had de grote... Oh ja, die heb je allemaal natuurlijk. Maakt toch niet meer uit, want jij loopt toch ver voor. Ja, het is daarom. Oké, ik vree je kus. Nou, tenminste ergens nog meer punten in dan jij. Probeer het nog eens. Ja. Je hebt toch niks meer te verliezen nu. Nu maakt het ook niet meer uit. 2. 2. Nee. 2. Je hebt niks meer te verliezen. 2. 2. 2. Toch nog een keertje. Jeetje Mia. Zo. Dat is even wennen met jullie twee op zijn. Hey! Kijk, nummer 1 is daar al. En ik ben doof. Welkom. En nummer 2. Ja, doe maar zo. Ik ga toch niet winnen. Ik ga met 4 gelijk en niet 40 punten halen. Kim speelt nooit meer een spelletje met mij. Nou, ik heb hier de meeste van. Mag hopen dat je daar blijft slapen. Anders is het best wel een tripje. Nee, ik ga vanavond terug naar huis om dan zondag terug te komen. Hey, altijd leuk. Nou, goh, wie zouden gewonnen hebben? Kijk even naar die mooie puntjes. Ben je happy? Ik heb wel allemaal eentjes. Ja, maar ja, toch. Toch. Ja. En jij kiest nog de spelletjes, hè? Nee, de eerste had jij gekozen. Oké, wat gaan we nu doen? Toch nog een keertje, thanks, Miss Divi. Gaan we de kleurencode raden? Kleurcode. Boom, boom. Ja, ik heb ook Mastermind gespeeld vroeger, ik weet het. Nee, we hebben daar geen uitleg voor nodig, wij kunnen dat al. Oké. Okay. Hoppatee. Oh! Vol treffers, 2 treffers.
0 voltreffers, 2 treffers. Oké. Okay. Oh. 1 voltreffer, 1 treffer. Oké. Okay. Okay. Oké. Okay. Is niet makkelijk. Ga je nou je tijd ervoor nemen? Tuurlijk. Tuurlijk, altijd. Ik heb alle tijd hoor. Jij ook? Treffer, 2 treffers. Oké. Okay. Oh, 1 voltreffer, 1 treffer. Dat is niet de bedoeling. Ja, ik heb tijd hoor vandaag. Nul voltreffers. Oh. Oké, okay, dus dit is dan. Oeh. Eens kijken, we hadden daar 2 voltreffers. En hier 1 en hier 1. Dan denk ik dat dit wit is. Dan is blauw niet goed, dus dan ga ik hier voor rood. Hey Aziz, welkom. Welkom Aziz. Het is even een denkwerkje. Ja. Die. Ja, hoor, en met jou? Ik weet het niet. Roze moet van boven, van kijk, die staat wel goed. En zien dat jij zegt dat wit daar staat, dus groen doet zo zeg niet mee dan. Dus roze zou ik bovenaan zetten. Welke moet dan derde? Dan haal ik hem weg. Ja, dat weet ik dus niet, welke als derde. Wacht, hier, kabel. Voilà, met Aziz gaat het ook allemaal goed. Ja, ze kunnen ook kleuren 2 keer erin stoppen, toch? Ja, dat kan. Doe ik dit. Nee! Geel. 3 voltreffers. We waren zo dicht. Ik denk dat ze er nog eentje hadden gehad. Ziet, roze zat daar. Hey. Moeilijk, moeilijk. Gelijkspel. Jammer. Jammer. Oké. Okay. Zo, ja, zo kan ik het niet zien. Grapje. Oh, je kan het ook besturen, haha. Dag, maar wel gewoon nog een keer winnen. Tuurlijk. Nee. Nee, van je werkt al genoeg op mijn zenuwen, ging ze zeggen. Nee, van ze werkt al genoeg op mijn zenuwen, ging ze zeggen. Maar ja, ze durfde niet. Ja, ik heb al games gewonnen. Kim kan dat blijkbaar niet winnen. Mooi hoor. Is dit zo'n spel waarin er dingen uit de lucht... Kijk, ballenbak speciaal voor jou. Cool. Laat hem vallen. Gewoon naar beneden duwen.
Deon Veldkamp, dankjewel voor het volgen. Ik ga het zeggen. Heb je Fortnite? Ja, we spelen dat dagelijks. De games die ik speel op stream staan in de panelen. Je moet dat niet zeggen. Gewoon altijd van ja zeggen. Gewoon altijd ja zeggen. Leven ze. Misschien moet je even kijken op het streamscherm wat we op dit moment aan het doen zijn. Door jou heb ik een aanval gekregen. Ik vind dat niet lief. Oh, dat was niet slim. Nee, dat was van mij ook niet slim, maar ja. Hoppatee. Nu ga ik niet meer winnen. Een soortje eraf. Oh, kak. Nou, hij moest ertussen. Dat deed hij niet. Ja, die van mij doet ook veel niet. Dat ik wel wil. Mag alles zo goed zijn? Dagmar is degene waar haar poppetje bij staat. Ik ben speler 2. Hoe lang kan dat spel duren? Ik denk totdat iemand af is. En ik maak me een beetje zorgen over mijn status daarin. Vind ik wel leuk zo. Nou, ik ben af. Oh nee, nog niet! Nu wel, denk ik. En die valt weg. Oh! 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 Nee! Nee! Oh. Nee! Winnen? Nee. Nee. Oh. Wat is dat? Zo. Ja, I don't know. Lukt het, Jura? Is er geen uitleg? Kom op. Je hebt altijd wel iets te zeggen. Nou, je hebt witte toetsen. Ach, laat het. Godzakken zeg. We gaan ervoor. Wat moeten we doen? Weet ik niet. Niks dus. We kunnen er niet meer uit. Zitten we nou vast? Oh nee! Ik wou piano spelen, maar blijkbaar mag dat niet meer. Iemand die weet hoe we eruit komen? Zonder dat we alles afsluiten? Oh. Zo. Minnetje. Ja, maar ik heb geen minnetje. Bij deze gestopt.
Geen idee. Uitzetten? Nee, dat doen we niet alweer. Ik ben nu een keer aan het winnen. Vier op een rij. Oké. Ga gezellig bowlen. Denk je dat je... Oeh, ik heb gouden schijfjes. Vind ik niet leuk. But it's okay. Wel mooi, gezellig liedje. Oh, kak. Dat was makkelijk. Dat was makkelijk. Sjoe, jongen. Dat was net toch wel iets te makkelijk, hoor. Ja. Ik weet het niet. Nu heeft hij hem gewoon af. Ja, kijk, ja. Kim, ik denk dat je controller het niet doet vandaag. Wat is dat nu weer? Zullen we kaarten duo spelen? Memory. Prima. De kinderen... Oké, dan. Ik hoop dat bij Bingen zo... dingen... een beetje getraind is daardoor. Oh, het gaat op nummer. Het gaat dus niet op kleur. Ze hebben ook gewoon meteen al een set, hè, de eerste. Ik heb hem nog altijd aan. Jongen. Lukt het? Ja hoor. Kijk, nog eens even. Zo, ik heb eindelijk een keer iets. Gaat ze weer. Ik kan go kipt. Ja hoor. Jongen. Is wel leuk het spel. Oh, jammer. De brillen. Draai een kaart om, rustig. Is dat een 8? Is dat een 4? Nee, dat was een 10. Ja, dat is daar de 3. Dan pak ik die ander. Ah! Ik zei toch, dat is daar de 3? Ik heb toch eens vertrouwen in mij? Nee hoor, pak ik die andere wel. Nou, ik had het toch niet gewonnen. Moet je kijken, 4 op 6. Daarom dat ik het zei. Echt, blijf dat gewoon zo staan, hè.
Je hebt het makkelijk in mijn grote strek. Je bleef gewoon niet zitten op mijn hoofd. Mag ik het een keertje makkelijk hebben? Ik zit normaal altijd onder. Nog een keer? Nee, het is niet mijn geluksdag, nee. Blijkbaar. Kijk, daar zit de 8. Hoppa. Oh, kijk. Ja, ik weet al niet eens meer waar die andere ligt. Oh! Ga je me nou helpen? Ben ik zo zielig dat je me moet helpen? Maar het is wel, zeg maar, haar geluksdag, ja. Oh, dat is een 10, kijk. Mooi, ja. Ah, daarnaast. Ja. Oh, dat is de 10. Die 10 heb ik toch zo graag. Oh, dat is de 10. Weet je de 10 nog zitten? Ja, nu wel. Ze gaan nog winnen ook, hè? Mag het ook een keertje? Nee. Nou, die ziet eruit alsof jij gaat winnen. Ja hoor, hoppatee. Oh! Gelijk spel! Dat is de tweede keer vandaag. Ja, maar toch ben ik nog altijd beter. Nee, we gaan niet nog een keer. Even kijken. Ken ik niet, heb ik geen zin in. Ken ik niet, heb ik geen zin in. Mancala. Niemand die de uitleg verstaat, maar we spelen gewoon nog. Ik ken dat hele spel niet. Mancala draait het om het zaaien. Ja, ja, kom weg. Gewoon spelen. Maakt ons allemaal uit. Gewoon doen. Ik krijg niet eens een kans. Nee. Verzamel stenen in je eindkuil. Dus jij moet de steentjes naar hier krijgen en ik moet ze hier krijgen. Oké. Okay. Maar... Of is het anders? Nee, dat zijn dus de mijne. Ik snap het niet. Ik ook niet, gewoon spelen. Dus als ik deze pak, dan ga ik 5 stapjes. Ja. En dan wordt er een elk bakje ingelegd. Oké. Okay. Je krijgt een extra beurt omdat je eentje een kuiltje hebt gelegd. Ik weet nu niet welk kuiltje van wie is. Leuk, hè? Dankjewel voor het clipje. Leek spel. Dat wordt geklipt, hoor. Yummy, lekker. Kom, we gaan nog een toertje. Eten. Ja, hallo. Maar wacht even, ik dacht dat je op vakantie ging. Ja, ik ben toch op vakantie?
Ik ben op vakantie, hoor. Voor mij is dat hier vakantie. Ik weet niet wat jij bedoelt met vakantie, maar... Ik dacht... Vliegtuig en alles. Dat was allemaal haar idee, niet eens de mijne. Dat was een klein beetje misleidend. Ja. Gewoon omdat we het leuk vonden. Eten. Oh. Was het lekker? Ja, is voor jou bedoeld, niet voor mij. Wie ga je allemaal wel niet langs dan, Joch? En voor hoe lang? Ik zie alleen maar Kim. En Annette heb ik gezien. En dat is het. Ja, he? Ja. Dat is het. Dank je dat ik nog steentjes mag, hè. Ik vertrouw ze nooit meer. Annette, jij wist het gisteren al, hè. De veilige keus. Ik ging net zeggen. Eten. Nee! Merci. Oh, ze worden verplaatst. Oh, naar mijn bakje. Oh ja, tuurlijk. Want jij had het ook echt nog nodig. Zelfs zonder die extra steentjes had je hem ingemaakt. Sorry. But I love you. Ze had er nog niet genoeg. Ja, maar daarvoor wist ik het ook niet. Ondanks al jullie hints. Ja, kijk, ja. Varkenstaart. Wat is dat nu weer voor spel? Volgens mij moet je dan... Waarom heet dit spel zo? Nog nooit een varken gezien? Nee. Of het was dezelfde kleur, of het was dezelfde... Een varken heeft een krul in zijn staart. ...type kaart. En dus? Die dan of juist wel, of juist niet moest pakken. Ja, de hond is hier. Nee. Hé, hey, Jura? Laat het maar. Ja. Eerst pakken we een kaart en leggen we hem in het... Jura, kom. Kom eens. Zo. Echt, alles valt hier naar beneden van mij. Dan pak je een andere kaart en hoop je dat het er niet één van dezelfde kleur is. Een gosje. Een oude leeftijd. Dan moet je de hele stapel opeten. Oh. Dat is de verkeerde knop. Dat is deze. Kom, kom. Die is weg. Hier, Jura, kom. Kom. Wou je opnieuw beginnen? Met wat? Nee, ik laat hem wel. Nee, want die is zo van... Ah. Ik zeg niks. Wel goed geheim gehouden, maar vertrouwen zinkt wel. Weet je hoe moeilijk het is om zoiets geheim te houden? Een maandie! Een maandie! Wie weet dat hier al? Een maandie! Ja, ik weet nu wel niet wat ik moet doen. Ik weet alleen niet meer of je dan juist wel dezelfde of juist niet dezelfde moet pakken. Oké, dus ik moet er nu één pakken. Oké. Nou, je mag nu geen schoppen pakken, want als je schoppen pakt, dan moet je die hele stapel mee. Het is voor mij. Puur kansspel. Ja. Oh, nou heb ik er ook een zootje. Werk ze! Veel succes! Oké, dank u. Oh, dank u. Je
Die varkensgeluiden maken het echt op, ja. Is het klaver? Nee. Ik heb verloren. Of gewonnen. Nee. Ik snap het spel nog steeds niet. Ik ook niet, Annet. Je mag niet dubbel pakken. Dus zeg maar, als er harten bovenop het stapeltje ligt, dan mag je klaver, ruiten en sloppen pakken. Ja, sloop het even. Maar je mag niet harten pakken, want dan moet je dat hele stapeltje mee. Je moet zorgen dat je dus niks hebt. Uiteindelijk. Maar het staat nu 5-2, dus we hebben nog 3 spellen te gaan. Wat willen we doen? Polen. Dit grapje. Wat is dat spel met dat trein? Oh, dat is deze. Trein! Ik ben een scherpschutter. Nou, gefeliciteerd. Oh, pas. Ik ben een scherpschutter. En niemand... Hol schieten. Ja. Oh, die knop, oké. Okay. Ja. Piu. Waar is mijn... Oh, hè? Wacht. Het is weg. Waar moet ik heen richten? Ik ben nu rechts. Recht voor je zijn. Hij ziet mij niet. Je bent weg. Oh. Jeetje, ik moet naar het plafond. Oké. Okay. Piu. Wacht, hij zegt kalibreren. Dat is dit, toch? Ja, oké. Okay, nu zit ik goed. Touw. Leuk, hè? Daar ben ik. Kijk dan, wat een verschil. Oh, ik moet naar mijn microfoon richten. Je moet steeds verder weg van het scherm, maar wil je nog iets raken? Piu. Ik had het net op het scherm, maar ik zit nu inmiddels al naar de keuken te wijzen. Ik zit al daar. Hier komt een trein. Oh, klik. Oh, ben weg. Ik werk naar de muur. Dat kan niet. Ik zal wel gewoon overal opschieten, hè. Oh. Ik weet al. Ik ben mezelf kwijt, daar ben ik. Oh, ik moet ook steeds verder naar rechts. Fijn. Oh, ik zat allemaal naar de gang inmiddels. Die dacht aan elke kant. Elke ronde gingen we steeds een stukje verder. Oké. Okay. Dan moet ik mezelf vasthouden. Hoeveel keer moeten we nog? Het staat nu 6-2. Het is toch 10 potjes? Gaan we racen? Oké. Okay. Racebaan. Wee. Kijk, ze zeggen allemaal dat je me nog goed hebt te proberen in te halen. Vol gas naar de overwinning. Ja, we raken. Oh. We komen er wel aan uit. Verder. Maar hoog voor baan 3. Jij ziet dat ding dat je over de kop kan. Dat is het enige wat ik zag, hoor.
Maar nee. We weten hoe dat moet reizen. Oh, oh, duwen dus. Oh! Oh, oh, oh. Ja. Ik zit op jouw baan! En ik ben weer gewisseld en weer gedraaid. Oh, we wisselen gewoon telkens van baan. Oh, 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 oh. Doei. Doei. Zal ik wel op mijn gemakje rijden? Oh. Oh, doei. Oh. Oh, bijna een minuut. Trots. Dus je krijgt zelfs 2 kroontjes. Tuurlijk. Oké, wat gaan we als laatste doen? Zegt u het maar. Had even bij de 1-strip moeten wachten. Gelukkig reed je een echte auto beter, dat denk jij, Janet. Geen slagen. Hé, hey, oppassen jij. Ja, jongen. Grapje. Ja, ja, we houden ons schieten op elkaar. Gewoon schieten op elkaar, maakt het wat uit. Hé, hey, moet je zo omhoog? Waar ben jij? Waar ben jij? Yay! Ken ik jou? Ja. Nee. Nou, het staat 7-3, dus je hebt alsnog gewonnen. Ik heb gewonnen! Ik heb gewonnen. Ja, gefeliciteerd. Mag ik een kroontje? Alsjeblieft. Wacht eventjes. Dat kan niet. Kom. Ik heb gewonnen. Oh, ik zie mezelf. Dansen, dansen, dansen. Koningin van de spellen. Ja, met 7-3 kan je dit zeker zeggen. Wat zeg je nou? Ze kunnen ons gewoon horen. Er ligt hier een brug op de grond. Oh. Niet luisteren in gezelschap. Jawel, dat mag wel. Ik mag alles. Want ik ben super lief. Ja, toch hè? Ja, op zijn momenten. Wacht, dat was niet overtuigend. Wat? Oh, nu vliegt hier een beest voor mijn oog. Oké. Okay. Zondagavond zijn we er weer. Met weer. Ah, nee. Zijn wij er weer. Alleen nog geen Jura, dan is het echt Dagmar en ik. En niet ik en Jura.
dan is het een feeststreampje zondagavond. Want dan ga ik voor de tweede keer... ja, Omri is boven. Ja, moet even kijken wat we dan doen. Of hij boven is of beneden. Omri vindt vreemde mensen in huis ook niet zo leuk. Hij heeft gisteravond de hele avond daar op een stoel onder de eettafel gezeten. En dag maar in de gaten houden. En dag maar in de gaten houden. En nu zit hij in mijn kamer. Waarschijnlijk ligt hij gewoon lekker te chillen op mijn bed. Maar zondag zijn in ieder geval wij tweede weer. En misschien Omri op de achtergrond. En anders is Omri boven. Is het een feeststreampje? Gaan we voor de tweede keer de moderator stream doen. Ga ik in ieder geval gamen met de moderators. We moeten nog even kijken welke games we gaan doen. Ja, dat dus zondag. Dank jullie wel voor het kijken. En deze hele bijzondere stream met de bijzondere onthulling, verrassing. Oh. Annette zegt, ik reserveer Splatoon. En wie is niet zo okay. Gezellig. Doei, doei. Ja, het was leuk. Tot snel. Doei. Tot zondagavond. We raken er nog bij hoor. Doei, doei. Tot zondagavond. Doei.